Onze polder bestaat uit vergezichten en rechte lijnen. Maar hoe beïnvloeden deze lijnen en rijen ons leven? Deze week aandacht voor de schoonheid van de dingen op een rijtje hebben. En vandaag de hoogspanningsmasten die het vlakke land van de polder doorkruisen. Goedemiddag, Michel ter Steeg van Tennet. Goedemiddag. Ja, waarom gaat de elektriciteit eigenlijk via kabels in de lucht en niet via de grond naar de plaats van bestemming? Nou, bij Tennet noemen we geleiders. Kabels zitten in de grond, maar ze gaan door de lucht omdat het veel betrouwbaarder is. In de grond wordt heel veel graafwerk verricht en er wordt nog wel eens een kabel geraakt. En in de lucht is dat een stuk makkelijker. Ja, hoeveel spanning staat er nou op die kabels? De verbinding in Flevoland, de Lelystad Ens en straks ook Diemen Lelystad, daar gaat 380.000 volt doorheen. Ja, dat is nogal wat, hè? En nou hebben we in Lelystad eentje die gebruikt wordt als ooievaarsflat. Lopen die vogels dan eigenlijk geen gevaar met zoveel spanning? Nee, we hebben straks gaan we na het broedseizoen starten en we gaan ook voorzieningen treffen om de vogels zo min mogelijk te storen. Ja. Dus daar houden we rekening mee tijdens de uitvoering. Ja, maar in hoeverre staat die paal nou onder stroom? Er staat altijd levensgevaarlijke hoogspanning, een bordje naast. Betekent dat nou dat ik de paal ook niet mag aanraken? Of hoe werkt dat? Nee, zeker niet. De paal die is zeg maar geïsoleerd van de geleiders. Je kan, als je omhoog kijkt, zie je van die mooie glazen schaaltjes hangen. Dat zijn de isolatoren en die voorkomen dat de stroom vanuit de geleiders de mast ingaat. Dus de mast kun je in principe gewoon aanraken. Oh, dus die koeien die eromheen wandelen, dat is ook niet erg. Nee, zeker niet. Nee, want dan zou je andere dingen zien buiten. Nee, dat kan helemaal geen kwaad. Nou, gaan ze behoorlijk de lucht in. Hoe hoog zijn ze nou eigenlijk precies? De masten in Flevoland zijn tussen de 45 en de 60 meter. Dat heb ik straks even opgezocht. En ja, precies die. En de ketelmeermasten die zijn nog iets hoger. Degene op de wal die is 90 meter. En op het ketelmeer zijn ze... Nee, die is bijna 100 meter. En op het ketelmeer zijn ze 80 tot 90 meter. Dus dat zijn flinke jongens. Maar waarom verschilt dat dan eigenlijk? En is dat niet de ene standaard hoogte? Dat heeft met de infra en de wegen en het water eronder te maken. Dan... In principe willen we zo het liefst mogelijk een standaard oplossing, een standaard afstand. Maar als dat nodig is, dan maken we of een hogere mast of we zetten ze iets verder uit elkaar. En om dan dezelfde veilige afstand te hebben, zijn de masten wat hoger. Ja, Michel, waarom moeten die hoogspanningsmasten eigenlijk zo keurig in het gelid staan? Ja, op een rijtje, ja. Ja, eigenlijk is dat de goedkoopste oplossing gewoon rechtstreeks van A naar B. Maar er zit ook wat techniek achter. Als ze uit lijn zouden staan, dus een beetje zouden zigzaggen, dan heb je veel meer hoekmasten nodig. En dat zijn zwaardere masten dan de steunmasten. En dan is het gewoon duurder. Dus je probeert in ieder geval, als dat kan, zo recht mogelijk van A naar B te gaan. En daarbij houden we rekening met de omgeving. En dus zie je af en toe ook wel degelijk wat hoeken en verspringen van de lijn. Maar in principe is die bijna, ja, meestal is die kaarsrecht. Nou, is het in het buitenland altijd zo dat die hoogspanningsmasten daar er altijd heel anders uitzien dan in Nederland? Hebben wij dan een soort welstandscommissie die zegt die masten in Nederland moeten er op een bepaalde manier uitzien? Nee, maar zelfs in Nederland zijn er heel veel verschillende masten. Omdat we dat vroeger was het provinciaal geregeld. En iedere provincie had zijn eigen stroomnet. Die gaan zelf aan de gang met ontwerpen. En dit is voor ons het meest ideale ontwerp. En in het buitenland zouden er weer andere zaken, als dat bergen zijn bijvoorbeeld of zo, zijn er weer andere, andersoortige masten nodig. Dus je kijkt naar de omgeving en daar probeer je het best passende ontwerp bij te zoeken. Is er een land die masten heeft waar jij met jaloezie naar kijkt? Dat je zegt van nou, wauw, die zijn gaaf, die wil ik hier ook wel? Nou, nee, het valt wel op als je bijvoorbeeld door Duitsland of door Oostenrijk rijdt, dat je wel hele exotische masten ziet met hele gekke oplossingen. Hangen ananas in. En ook in Aziatische landen zie je ook nog wel flink wat knoop en houtje-touwtje werk. Maar nee,
Op vakantie zie je wel eens, je hebt natuurlijk een bepaalde beroepsafwijking, zie je wat andersoortige masten. Dus meestal, we hebben ook een appgroep, delen we wel foto's van gekke of andere masten. Dus, oh leuk, waar wij naar bergen kijken, dan zit jij ondertussen even de masten te studeren. Ja, precies. Ja, klopt. Ja, Michel, met storm, dan hebben we hier in Flevoland dijkbewaking. Heb je dan ook iets van een bewaking bij die masten, dat niet omwaait? Of zo. Nee, maar dat is wel grappig om te noemen. De ketelmeermasten door alle strengere eisen. We hebben dus onlangs de reconstructie Lelystad Ens hebben we afgerond. Hebben we de ketelmeermasten hebben we kustmasten van gemaakt. Dus die zijn extra zwaar uitgerekend en extra verzwaard. Omdat er heel veel oppervlaktewater in de buurt is. En waardoor het gewoon ze die mast op de ketel meer tegen stormen moeten kunnen. Dus met slecht weer, op het moment dat er ijs is, dan is het een ander verhaal. Dan hebben we wel een soort van bewaking, want gaat de ijs aan de geleiders hangen en die zouden dan kunnen gaan vliegen. Mm-hmm. Dat is zogenaamde lijndans is dat. En dan hebben we wel bewaking. Dan lopen de mensen, gaan de mensen regelmatig langs de lijn. Maar wat kun je dan nog doen daartegen? Voor een storm? Voor de storm niet. Of we zetten ze uit, of we proberen het ijs eraf te halen door bijvoorbeeld met een touw er overheen te spannen. Moet je uiteraard wel eerst even de stroom uitzetten. Ja. Hoe is de wereld als je bovenop zo'n toren staat? Ik heb geen hoogtevrees, dus ik vind dat prachtig. En ook de mensen die eraan werken, die zouden niet anders willen. Het is een stuk rustiger. Er dringt wat minder geluid door op zo'n grote hoogte. Dus ik vind het erg mooi werk. Michel ter Stegen van Tennet, heel erg bedankt dat je ons even een kijkje in de wereld van de hoogspanningsmast hebt willen geven. Oké, geen probleem. Dankjewel. Graag gedaan. Doeg. Oké, hoi, tot ziens. Doeg.